song is. De nieuwe Outback werd getest de afgelopen weken tussen Ljubljana en Triest. En dat was vooral zaak om te kijken hoe de nieuwe veiligheidssystemen zouden werken. Ja, het was great. It braked the car quickly and it was good. Can save your life. Ja, er zijn nieuwe systemen in de Subaru. Het Subaru EyeSight systeem, wat een heel erg stukje, een geavanceerd stukje software is. Het ziet niet alleen objecten, het valt ook samen hoe gevaarlijk ze zijn. Analyseert de situatie voor je. We started out as a very sort of safety-obsessed company, to be honest. It's not new. EyeSight system, the accident prevention system that we're introducing today for the first time in Europe. Sounds like a very fashionable system. Everybody seems to be working on this now. En het systeem bepaalt eigenlijk voor je wat de beste manier is om de gevaren te ontwijken. Als je niet zelf op tijd reageert, dan doet de auto dat voor je. Of het maakt een geluid, produceert geluid, visuele cues, of het remt voor je. Het doet alles om te zorgen dat het veilig is. The cameras can see in front of you up to 110 meters in an angle of 35 degrees. So everything that is within that area is detected by EyeSight and is constantly monitored as well. By having the angle of 35 degrees and a distance of 110 meters in front, we can achieve the highest speed of 50 kilometers an hour to be able to stop the vehicle completely. In case you would come into an accident. En wanneer je heuvel afrijdt, dan is de X-mode er daar om je vooral veilig heuvel af te laten gaan. Bepaalt de snelheid, waardoor je jezelf gewoon kunt controleren. De juiste richting opgaan en je vooral concentreren op het sturen. You see this light's working. It's the traction control light. So the car's doing its job. I don't really have to do much. I just drive and the car does all the work. Ja, op de snelweg is er een heel ander systeem. Als je afgeleid wordt, dan zal de auto zichzelf langzaam maar zeker langzaam laten rijden. En dat is eigenlijk wel een goed systeem. De snelheid wordt gebaseerd op de auto voor je. En iets anders is het systeem wat je waarschuwt wanneer je van rijbaan wisselt, maar niet je knipperlichten hebt gebruikt. De auto waarschuwt je en op die manier zorgt het ervoor dat je geen ongelukken krijgt. Ik denk met EyeSight dat Subaru een enorme stap voorwaarts heeft gezet. En absoluut zijn de verzekeraars niet blij hiermee, want er zullen veel minder ongelukken zijn met een Subaru. Ja, in Triest waren we in de gelegenheid om de nieuwe Subaru Forester Boxer Diesel te testen. X-Mode zit er bij deze transmissie, de Lineartronic transmissie, bij. Niet met de gewone versnellingsbak. Deze 2 liter boxer is absoluut een hele interessante auto. Super sterk en vooral heel erg veilig. En dat is het allerbelangrijkste voor Subaru op dit moment, dat ze uitblinken in veiligheid. Daarvoor hebben ze zoveel geïnvesteerd. Vooral op het gebied van software en ja, al deze calibraties. De Forester is een much more four-wheel drive for the rural districts and off-road. With the clearance over 22 centimeters, that is really good. So you could actually go off-road with it, and you would be surprised when you try it on these test roads that it is that capable. So you would never drive your private car like this.
Confidence in Motion is het nieuwe motto van Subaru. En dat geldt absoluut met de nieuwe veiligheidssystemen in de nieuwe lijn van modellen van dit Japanse merk.